Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi vanochtend naar school gebracht. En gisteravond zijn we nog bezig geweest met heel veel dingen afdoen en afwassen. Zoals dat raam is nu in principe klaar. Ik heb dat helemaal afgewassen. Dit gaat woensdag leeg. En de kleden gaan er woensdag vanaf. Of ja, dinsdagavond. En dan komt het allemaal goed. De reden waarvoor wij dit doen is omdat er woensdag foto's gemaakt gaan worden van ons huis. En dat betekent dus dat je juist gewoon netjes en opgeruimd et cetera moet hebben. Dan moet ik morgen wel het een en ander nog doen. Maar dat zijn allemaal makkelijke dingetjes. Daar heeft Inge samen met mij ook voor gezorgd dat dat allemaal nog simpel is. Tablet. Wil je tablet? Ja. Of wil je op televisie iets kijken? Oké, okay. Wat wil je kijken? Bing? Wat wil je kijken? Peppa Pig? Wil je Peppa Pig? Dus er wordt een foto van ons huis gemaakt. Ja. We gaan het zien. Maar de tafel is helemaal afgedaan. Alles is helemaal zover klaar. Ik moet morgen heel eventjes dit nog doen. Kleine dingetjes, ramen achter moet ik nog doen. Dus dat zijn gewoon dingetjes die makkelijk te doen zijn. Dus we zijn in ieder geval op goede weg. Dus we gaan ervoor. Jordi is inmiddels alweer eventjes thuis. Steffi is geweest, die heeft voor Jordi gezorgd. En ook heel eventjes op die twee gelet, zodat ik eventjes wat dingetjes in huis kon doen. Ik heb dat echt met haar besproken, van wil je dat doen? Als je het niet wil, is dat ook goed. Vond ze geen probleem. Dat is besproken. Ik ben nu voor de kinderen eten aan het maken, zodat de kinderen kunnen eten. Niels is onderweg naar huis, die komt er dadelijk thuis. En dat is eigenlijk een beetje hoe dat het hier loopt. Jordi had een goede dag op school gehad. Maar zowel ik als Steffi merkte heel erg aan hem dat hij toch wel overprikkeld was vandaag. Kan ook met weekend te maken hebben, met druk weekend. Kan zeker. Dus Liam heeft vandaag ook last van. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zoals het is. Daarom heb ik ook niet echt gevlogd, omdat ik merendeel gewoon met de kinderen bezig ben geweest en geknuffeld heb en rustig gekregen heb en dat soort dingen. Dat is waar ik mee bezig ben geweest. En nou eten natuurlijk. Iets wat ik trouwens nog niet had medegedeeld. Nee, dit is heet. Of in ieder geval, normaal vertel ik dat allemaal. Jullie weten dat mijn oma in een verzorgingstehuis zit en dat mijn opa gewoon nog thuis woont. En ze zijn allebei op leeftijd. Maar nou is mijn opa gisteren gevallen. En op dit moment ligt hij in het ziekenhuis. Ik heb hem ook al zelf gesproken. Ik heb hem even opgebeld en gevraagd van, goh, hoe is het? Hij moet daar nog iets van 2 dagen of 2 nachten blijven. Vandaag en morgen. Dan gaan we verder kijken. Wat er precies aan de hand is, zijn ze nu wel aan het uitzoeken. Maar ik heb hem in ieder geval aan de telefoon gehad en ik heb ook even met hem over gehad. Ik zeg, dit was niet de afspraak, hè? Ik zeg, jij zou niet vallen, hè? Ik zeg, dat was niet afgesproken. Dus even uitkijken voor je vingers. Dus ik heb hem gelukkig wel even gesproken. Ik woon daar wel een stukje vandaan, dus ik heb ook tegen hem gezegd, zeg, wil je dat ik langskom? Was niet nodig, zei hij. Dus vanavond gaat mijn moeder er sowieso even heen. En dan gaan we eventjes facetimen, zodat ik hem ook even zie. En dat is wat er nu speelt. Ze komen allemaal op leeftijd. En ja, dan gebeuren zulke dingen nou eenmaal. En ik vertel nooit zo heel erg veel over bijvoorbeeld mijn opa of oma. Maar ik vind het wel belangrijk dat jullie weten dat hij in het ziekenhuis ligt en het gaat niet op haar best met hem. Dus we gaan het gewoon afwachten.
Maar ik mag hem gewoon ten alle tijden bellen, dat zei hij ook. En gelukkig heb ik gewoon contact met hem. En ja, kan ik daar gewoon altijd, als ik wil weten hoe het gaat, kan ik altijd hem bellen. Dus dat. Eten is klaar voor de kinderen, dus ik ga eventjes hun eten geven. Een hele goede morgen. Ja, zo zie je eruit als je kinderen naar school brengt en ze aan je nek hangen. Ik heb alles en iedereen naar school gebracht. Ik heb net ook gelijk de was aangezet. Vandaag ga ik niet veel vloggen. Het wordt vandaag echt zo'n dag dat ik alleen maar aan het poetsen ben. Want morgen komen ze foto's maken van het huis. Het huis is al zo goed als klaar. Maar er moet een puntje op de i worden gezet, et cetera. Dus dat ga ik vandaag doen. Niels die is nu nog wel werken, maar die komt als het goed is begin de middag thuis. Dus dan kan hij nog eventjes wat andere dingetjes nog doen, zoals in de tuin even opruimen, et cetera. En verder ga ik gewoon aan de slag. En ik zie wel wat schip strandt en vannacht ergens een keer denk ik klaar te zijn. Ik weet het niet. We gaan het zien. Dus ja, dat. Ik ga nu wel heel even eerst eten. Want als ik dat niet ga doen, dan hou ik de dag niet vol. Een hele goede morgen. Niels, wat hebben we gedaan? Foto's laten maken. Ja, van het hele huis. We zijn nu weer alles terug aan het zetten. We hadden dit helemaal leeg. We hadden echt van alles helemaal leeg en opgeruimd. Het zag er heel netjes uit. Geen kleden op de bank. Wat zeg je? Geen kleden op de bank. Ja, geen kleden op de bank. Dat soort dingen allemaal. Het zag er echt heel erg netjes uit. Ja. We zien binnenkort de foto's. En dan met het verhaaltje erbij. En dan gaan we zien hoe en wat. Het waren hele aardige mensen toch? Mm-hmm. En we waren allebei wel zenuwachtig hiervoor, hè? Ja, vooral het proces van tevoren dat we alles wel opgeruimd kregen. Ja, of we alles opgeruimd kregen. Maar we hebben heel veel in de schuur gestouwd en gedaan. En allemaal kasten, ik moet er nog allemaal uithalen hoor. De buren hebben trouwens nog speelgoed in de tuin. Ja, die hebben nog speelgoed van de kinderen in de tuin. Vonden ze geen enkel probleem en om het daar. Ja, dus die moeten, die moeten we ook nog even ophalen. Maar die zijn straks weer thuis, dus dat kan Niels even regelen. Mm-hmm. Dus ja, en vanmiddag komt de taxateur. Mm-hmm. Dus we weten al ongeveer wat het huis waard is. Maar die komt dat zeg maar officieel maken. Om het even zo te zeggen, toch? Ja, voor de bank. Ja, dus ja, we zijn gewoon goed bezig geweest. Daarom heb ik ook eigenlijk niet gevlogd. Want dat zijn dingen, zeg maar, dan moet ik mijn hoofd bijhouden. En dan heb ik mijn hoofd er niet meer bij. En dan, ja. Maar we hebben alles in kastjes gedouwd en overal. Want het is echt gewoon voor de foto. En als het eenmaal zo is dat mensen komen kijken, mag het ook gewoon huiselijker zijn en dat soort dingen allemaal. Daar heb ik het ook over gehad met die vrouw, met de makelaar. Maar foto's worden gewoon heel snel druk als er veel spullen in staan. Ja. En we hebben nou eenmaal veel spullen. Ja, dan krijg je ervan als er drie kinderen met drie verschillende dingen willen spelen. Mm-hmm. Dus ja, maar goed, alles is weer netjes. En ik ga vandaag ook niet poetsen, Niels. Nee, dat is niet nodig. Nee, dat. Dus dat hebben we gisteravond allemaal al gedaan. Dus ik vind het wel even gescheten. Dus alles ga ik in de loop van de dag weer rechtzetten. En vanavond de kinderen een broodtrommels maken. En op tijd naar bed. Want het was een kort nachtje, kan ik je melden. Ja. En Liam vond vanochtend niet leuk, hè? Nee, die houdt niet van veranderingen. Nee, dus... Gisteren zag hij als een hangmat... De schuur in verdwijnen. Ja, daar was hij al niet blij mee. Dat is voor hem ook zo'n ontprikkelding. Mm-hmm. Dus dat was echt wel voor hem zo'n ding van, nee, dit is niet de bedoeling. Dus ja, en Joef die heeft op een gegeven moment op Liam's kamer gezeten. En waarom op Liam's kamer? Omdat ze af en toe wel eens sneakt naar Liam's kamer en daar gaat liggen. Dus dat is voor haar het meest bekend. Ja, en daar heb je... langskomend verkeer. Ook, maar als ze ergens gaat liggen, gaat ze bij Liam liggen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is Liam ook haar baasje. Hè? Liam heeft haar gekregen, dus die twee die hebben sowieso een bepaalde connectie.
Dus, maar goed. Wij gaan heel even bankzaken doen. En heel even uitpuffen. En we hebben net gegeten. En in de loop van de dag gaan we verder alles rechtzetten. Oh, en ik ben met Sula aan het bellen. Oh, mama kijkt gelijk te doen. Papa is Sula aan de telefoon. Wie is Sula van de oma? Nee hoor. Hallo. Ik heb Charlie aan de telefoon. Sam. Charlie. Dat is Charlie. Hallo Charlie. Oh. Kan jij Bing bellen dan? Hallo Sam. Hallo Bing. Hallo Sam. Hallo Bing. Daar. Tot de volgende keer. Goedemiddag! We hebben Jordi alweer opgehaald van school. En Niels en ik hebben een ochtendje samen gehad. Nou echt, het was romantisch, hè? We zijn naar de Macro en de Stiegel geweest. En daarna zijn we eventjes gaan lunchen bij de Elfdebubbel, dicht bij Jordi's school. We veel bij de Stiegel en de Macro konden nee, helemaal niet. Maar ze gingen er sowieso kijken. Dus dat was de bedoeling. En daarna hebben we Jordi gelijk opgehaald. Dus nu gaan we Sam en Liam aan het ophalen. En daarna komt Steffi bij ons. En die gaat weer voor Jordi zorgen. En Niels gaat iets met die twee etters doen, toch? En voor de rest blijven we gewoon relaxed doen vandaag. Want dat hebben we wel verdiend na de afgelopen dagen. Ga maar lekker weer fietsen. Awee. Goed zo, Buts. Oh nee. Oh no, daar gaat hij. Nee, Takkie. Daar gaat hij. Nee. Niet doen, Liam. Stoppen. Awee. Sam, je hebt je stuur verkeerd dan. Ja, dat klopt. Sam? Oh. Sam, wachten. Draaien. Zo. Ja, goed zo. Geregeld. Niks aan de hand. Uh-oh. Boom, botsing. Niks aan de hand. Ja. De kindjes liggen in bed. En ik ga zo dadelijk hier eventjes gewoon opruimen. En even stofzuigen dweilen, want dat is wel weer nodig. En wat ik nu eerst ga doen, is heel even een ijsje eten. We hebben de kindjes allemaal gedaan. Ze hebben alles gehad wat ze nodig hadden. En mama heeft het even nodig om even te zitten. We hebben vandaag een heel leuke dag gehad, Niels en ik. Hebben we niet heel vaak. Meestal komt er toch werk tussendoor of wat dan ook. Niels gaat dadelijk ook nog heel eventjes naar een vriend die even hulp nodig heeft met een aantal dingetjes. En ik ga hier gewoon lekker klooien en lekker dingen doen. Luisterboeken opzetten. Ik ben op dit moment de Bridgerton boeken aan het luisteren. Ik moet wel zeggen, ik snap waar de serie vandaan komt, maar toch is het weer heel anders. Dus ja, maar in ieder geval, dat ben ik aan het luisteren. En eerst ga ik nu eventjes zitten, even lekker scrollen en mijn ijsje eten. Broodtrommels zijn klaar. Ik heb in het van die van Jordi zit watermeloen en aardbeidjes. In die van Sam zitten mandarijntjes en aardbeidjes.
In die van Liam zit alleen watermeloen. Dan krijgen Liam en Sam ook nog banaan erbij. Ze eten gewoon wat ze op willen. Maar de kindjes daar krijgen zeg maar banaan. De meesten krijgen banaan mee. En de ene keer willen ze het wel, de andere keer willen ze het niet. En door de week, als ze het niet willen, dan zeggen ze dat. En dan laat ik dat gewoon, zeg maar, voor de volgende dag. Maar als ze het wel willen, dan geef ik de volgende dag gewoon weer een nieuwe mee. Dan heb ik voor Liam, ik zal even zo doen, poffertjes met stroop, tukkoekjes en ik had deze erbij. Dan heb ik stukjes kaas, gewoon, oh god, hoe heet dat nou? Babybel. Het is Babybel. Ik heb krentjes en ik heb komkommer. Voor Sam heb ik twee broodjes met pindakaas, komkommer, worstjes en krentjes en tuk-tuk cookies. Voor Niels heb ik fruit, dus, watermeloen, aardbeien, mandarijn. En we hebben vanavond hamburgers gegeten en die had ik nog over, dus die heb ik in broodjes gedaan. Voor Jordi heb ik leverworst, drie broodjes leverworst. En als reserve hebben we een krentenbolletje. En de reden is dat Liam en Sam zo verschillende broodtrommels hebben. Ja, daar zit gewoon echt wel een reden achter. Sam eet bijvoorbeeld het liefst geen kaas, maar wel kippenworst. Hij heeft liever niet iets anders als een broodje, dus hij krijgt een broodje. Liam daarentegen, die heeft liever zo gevarieerd mogelijk. Dus ik had nog poffertjes over van de week. Die krijgt hij nu in zijn broodtrommel. Gisteren had hij, wat hij vandaag. Ik geef hem ook wel eens van die crackertjes mee, waar hij zelf op kan smeren. Dat wil hij dan eten. Dan wil hij ook geen broodjes. Hij krijgt wel eens broodje boterhammenworst mee, want tegenwoordig heb ik hem aan de boterhammenworst gelukkig. Dus hij krijgt wel iets van vlees nou binnen. Jam, dat soort dingen. Wat dat betreft is Liam wel gevarieerder. Als het te saai is, wil hij het niet meer eten. Sam, wat daarentegen is, daar weer heel anders in. Dus. Maar goed, ik ga dit even in de koelkast zetten en zorgen dat dit klaar staat. Dan ga ik even kleding pakken voor morgen en daarna ga ik hier verder opruimen en even stofzuigen. En toen had ik alles klaar. Ik heb alle kleding klaar liggen, de tassen, jassen. Alles is weer netjes en klaar. Nu ga ik lekker even wat drinken en op de bank zitten. Goedemorgen, luidjes. Het is vandaag dierendag. Joefie, kom eens hier. Maar Joef mag niks hebben, want gisteren heeft ze een pepernoot op, zie je? Dat is wat ik gisteren net niet uit haar bek kon krijgen. Dat is wat ik weet. Ik weet niet wat ze verder nog heeft gesnijd en gesnoept. Maar dat is wat ik echt heb gezien, want ik let daar heel erg op dit moment. Maar gisteren was er een pepernoot op de vloer gevallen. En daar is ze achteraan gerend en had ze in haar bek. Die heb ik dus eruit getrokken. Kan zijn dat dat al een ding is, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat ze er wel eentje op heeft gekregen. Weet ik niet 100% zeker. Maar op dit moment reageert ze dus qua lichamelijk op alles. Normaal ga ik haar ook echt wel iets geven met Dierendag. Maar dat is op dit moment niet aan te raden. Ik weet dat ze bepaalde kippenworst van de Lidl, dat ze daar tegen kan. Ik heb die nog in huis. Die snij ik straks daar een paar stukjes van. Want wij gaan straks, als Niels op tijd thuis is, met Joefke naar de school van Liam en Sam. En dan om haar te laten luisteren gebruiken we dat worstje.
Maar dat is alleen voor dat moment. Want ze kan er ook ineens wel allergisch voor worden. Het lijkt erop dat ze gewoon op dit moment voor alles en niks allergisch is. En het kan al met kruimeltjes te maken hebben. En dat is niet erg. Dat is gewoon zo. Maar dat betekent bijvoorbeeld vandaag. Ja, ik heb ze een bot gegeven. Maar ja, ze mag alleen deze botten. Ze mag alleen bepaalde brokken. Ze mag alleen dezelfde koekjes. Waar ze geen reactie op geeft. Dus dat is wat ze op dit moment alleen maar mag. Ik zei tegen Niels van, nou weet je wat, dan gebruiken we die kippenworst. Voor als we op de school van Liam en Sam zijn, om te geven om haar te laten luisteren. Dat is niet, zeg maar, dat zij niet luistert of wat dan ook. Maar ze verdient dan ook wel iets extra's voor haar goede werk. Ze is gek op kindjes. Als zij kindjes ziet, wordt ze helemaal wild. Is ze helemaal gelukkig. Dus ja, zij vindt dit soort dingen altijd heel leuk. Dan komt hier ook wel eens een baby. En nee, dat film ik niet, want dat heeft te maken met privacy. En dan gaat ze ook bij de baby liggen. En dan mag ook niemand bij de baby in de buurt komen. Niet dat ze de kinderen iets doet of zo. Maar ze doet dan dat. Waarbij ze zeg maar alarmeert van, hallo, er is hier een kind bij de baby. Help. Dus dat. En voor kinderen over het algemeen gaat ze altijd lekker zitten en knuffelen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ze doet. Maar ze is gek op kinderen. Je hoeft en geen kinderen in de buurt. Dat gaat niet goed. Dan is zij niet gelukkig. Absoluut niet. Zelfs Jordi, die niks met haar heeft wat dat betreft. Als die niet in huis is, alleen Liam en Sam, dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. Dat kan gewoon echt niet. Dan gaat ze ook de hele tijd Jordi zoeken. Maar dat is ook als Liam er niet is of als Sam er niet is. Nu ligt ze hier heel zielig. Heel zielig ligt ze in het zonnetje. Zit ze haar eigen te vervelen. Want ze vindt het gewoon niks. Dus dat. Maar goed, ik ga zo dadelijk eventjes Jordi's bed afhalen. Want hij was wel doorgelekt. Dus die ga ik zo even verschonen. En ik ga even mijn eigen bed verschonen. En dat is niet omdat mijn bed verschoond moet worden. Maar ik vind beddengoed gewoon niet fijn. Dus dan heb ik liever dat ik dat eventjes doe. En de was opvouwen. En dan hou ik het eigenlijk wel weer voor gezien. Want ik heb wat dat betreft verder niet heel veel te doen. Ik heb gisteravond hier nog gepoetst. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. We zijn met Joef naar de klas van Liam en Sam geweest. Ze vond het hartstikke leuk. Ze zit nu even op de gang uit te puffen. Want ze heeft wel echt super goed gedaan. Ze was zo lief voor alle kindjes, hè? Zo lief. Echt zo lief, hè? Afblijven. En ze heeft net ook allemaal kippenworstjes gehad waar ze wel tegen kan. Maar ik al uit heb gevonden. Dus die heeft ze net als beloning ook gehad. Niels is nog heel eventjes aan het werk hier. En Liam zit hem ondertussen te vergezellen. Dat vindt Niels niet altijd. Niels vindt het niet erg, maar hij komt dat overal aan. Niels gaat zo dadelijk weer op pad, want hij heeft een barbecue. En ik blijf hier thuis met de kindjes. En ik ga daar de kindjes eten geven. En we eten vandaag frietjes. Ik ga niet te moeilijk doen, Niels is er niet bij. Dus het heeft geen nut om uitgebreid te koken. Wat ik zelf eet, weet ik nog niet. Dat zie ik nog wel. En voor de rest, wanneer de kinderen op bed liggen, komt Niels alweer thuis. Dus, en vanavond ga ik even mijn nagels doen. Want Bertha die is echt de laatste tijd heel goed bezig met de nagels. Dat dus. Ik heb iedereen in bed liggen. Is me gelukt. Ik ga nu even de bende opruimen. En ondertussen heb ik een bami-schijfje en een kaassouffleetje in de airfryer zitten. Dat is wat ik eet. Heb ik ook meer dan genoeg aan. Maar ik ga nu wel heel even opruimen. Ik heb zelfs nog geen tijd gehad. Oprecht niet.
om de broodtrommels uit alle tassen te vissen. Het is zo hectisch geweest en met Lian heb ik zoveel werk gehad dat me dat niet gelukt is. Maar gelukkig hebben ze morgen geen school. Dus daar niet zo naar te kijken. Maar goed, ik ga heel eventjes hier opruimen en zelf eten en dan aan mijn nagels wat doen. Want het ziet eruit echt. Maar goed, dat ga ik in ieder geval doen. En dan is Niels weer een keer thuis. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Eigenlijk zouden we vandaag naar huis gaan kijken. Ja. Dat was helemaal afgesproken met de oppas. Want ja. Het is vandaag eigenlijk open huizen. Ja. Maar dat gaan we niet doen, want we hebben een huis gevonden, zoals jullie weten. We hebben met de oppas afgesproken dat ze toch gewoon komt en dat wij lekker de stad in gaan. Wij gaan als eerste lunchen. Mm-hmm. En Niels moet eigenlijk ook nog een paar spijkerbroeken hebben. Een paar nette spijkerbroeken. En er is markt, dus we gaan gewoon lekker even de stad in. En onze oppas Daphne, die is lekker bij de kinderen, die zorgt voor de kinderen. Dus ja, we hebben net even lunch voor Daphne en de kinderen gehaald. En nou zijn we zelf aan de beurt. We zijn inmiddels terug, de oppas is weer weg. De oppas is ook binnenkort jarig, dus we hebben ook even een kleinigheidje voor haar gekocht. Die hebben we al gegeven. Maar vandaag stond in het teken van Niels. Niels die wil nooit nieuwe schoenen, die wil nooit nieuwe kleding, die wil nooit niks. Alles wat hij heeft is denk ik al 10 jaar oud. Dus ja, vandaag heb ik gewoon besloten, samen met Niels, ik zeg, we kunnen het, dus hier, alsjeblieft. En het interesseert me niet wat er daar in de comments gezegd wordt, je geeft te veel uit of wat dan ook, boeit me allemaal helemaal niks. Die jongen werkt hard voor zijn centen en ik vind dat hij dat ook gewoon mag. Maar bij deze, ik zal het even laten zien. Bij de CNA hebben we een paar truien gekocht. Waaronder deze. Deze. En op de achterkant staat dit. Deze. Met de capuchon. En deze. Dat is wat we bij de CNA hebben gekocht. We zijn ook nog bij de Levi's geweest. Daar hebben we 2 spijkerbroeken gekocht. Hier gaat hij ook weer 10 jaar mee doen. Want hij loopt meestal in zijn werkkleding. Dus hier gaat hij ook een hele tijd mee doen. Maar dan heeft hij wel weer 2 fatsoenlijke spijkerbroeken. We zijn... Oh, waar gaat hij? Oh no. Komt ook wel eens voor. We zijn bij de Skechers geweest. Hij heeft nieuwe schoenen van de Skechers. De schoenen die hij nu aan heeft, die zijn niks meer. Die kunnen gewoon weg. We zijn even bij de TJ Maxx geweest. We hebben voor die grijze dakduif al het een en ander. Dus dit moet dadelijk gelijk op de trap. Nee, gelijk naar zolder. Ja, dat. Dit is voor Sammy. Dit is voor Liam. En deze is voor Jordi. Dus die mag papa nu op de kast. Ja. Nou zijn ze toch buiten aan het spelen. We hebben ook een nieuwe jas van het merk Michael Kors gekocht daar. Dan heeft hij ook weer een nieuwe winterjas. Hij loopt nooit in winterjassen. Ik denk dat hij al 5 jaar geen winterjas heeft, want dan loopt hij elke keer niet. Maar nu werkt hij meer buiten en is hij meer buiten, et cetera. Dus ik zei, je moet een fatsoenlijke winterjas hebben. Ik zeg, je kan niet maken om continu koud te gaan salaien. En als jullie ons al langer volgen enzovoorts, weten jullie dat Jinte celiakie heeft. Jinte heeft een glutenallergie. Die mag gewoon geen gluten. En deze hebben we de vorige keer gekocht en die vond ze heel erg lekker. Dus ik heb er, even kijken, 1, 2, 3, 6. 6 zakjes van gekocht, dus ze kan voorlopig vooruit. Binnenkort zie ik Inge weer, dus dan kan ik ze meegeven. Deze blijven ook iets langer goed, dus dat is goed. Kan ze er ook wel langer mee doen. Want ja, hè,
Je hebt nou eenmaal beperkte keuzes in hoe en wat je eet als je glutenallergie hebt. Dan ben ik nog heel even naar de rituals geweest. Sowieso de peetante van Jordi is jarig geweest. En daar heb ik een cadeautje voor gekocht. Een parfummetje. En ik heb een facial cleansing bar heb ik voor mezelf gekocht. En lipspul. Gewoon puur en alleen voor te verzorgen. En deze is ook voor de zeepbar. Dat is wat we gekocht hebben. Oh, we hebben ook nog op de markt hebben we lekkere kruidenkaas dingetjes gekocht voor vanavond. Dat we lekker eventjes de dag leuk af kunnen sluiten. Nou, dit is eigenlijk wat we gewoon allemaal gekocht hebben. En Niels vond het helemaal niet leuk dat het helemaal in het teken stond van hem. Maar dit waren wel dingen waar we gewoon, waar hij zeg maar wel eens in misgrijpt van wat hij wil. Dus nu heeft hij meer keuze en kan hij eventjes lekker ook weer fatsoenlijk eruit zien. En dan lig je op de bank. De kinderen hebben straks nog gegeten. Wij hebben nadat de kinderen in bed lagen gegeten. En daarna hebben we hier even opgeruimd en gepoetst enzovoort. Dus weer helemaal schoon voor morgen. Maar we waren straks dus in de stad en op de markt. En we hebben lekkere dingetjes gehaald. En die zijn hartstikke lekker. Dus dat doen we nu. Eten en lekker hangen. Een hele goede morgen. Kindjes zijn lekker aan het spelen. Jordi ook. En wij doen het rustig aan vandaag. Want vanmiddag gaan we uit eten. En dan gaan we naar het ABC-restaurant in Velp. Dus samen met mijn ouders, want mijn moeder is jarig geweest en ze wilde dat vieren. Dus mijn moeder viert trouwens geen gewone verjaardag. Die gaat liever uit eten met de kinderen en de kleinkinderen. Ik heb even ontbijtje gemaakt voor de kinderen. En nu gaan Niels en ik ook ontbijten. Maar dit is wat de kindjes krijgen. Zoals je zag zijn wij uit eten geweest en dat was heel gezellig. Ondertussen zijn we alweer thuis. Liam en Sam liggen al op bed. Jordi is nog daar, die gaat zo naar bed. En ga ik de boel nu editen. En ga ik ook deze ups en downs afsluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.